zit een soort onrust, een soort haast in ons. Maar het lijkt wel als we niet meer bezig zijn met het allerbelangrijkste. En dat voelen we. Er is een soort jacht en tegelijkertijd een soort betekenisloosheid. Ik wil de richting op van het hart van Jezus. Dus de richting op waar Gods grootheid dicht bij de gebrokenheid van deze wereld komt. Ik vind het mooiste aan Jezus, dat is bijvoorbeeld door, wanneer hij de Melaatse man ontmoet. En iedereen met een stukje afschuw reageert en een stap terug doet. Dat Jezus dan, ja, dan staat er bij Jezus dat hij een diepe bewogenheid voelde. Dus de pijn van de man voelde. En dat hij, terwijl anderen een stap terug doen, dat hij een stap dichterbij doet en dat hij hem aanraakt. Je ziet nooit dat iemand op hem afkwam. En dat Jezus zegt, nou nu even niet hoor. Dus ergens zie je in God denk ik een diepe liefde voor ieder individu. En dus dat is hier. Elk mens wat hier om ons heen loopt is gezien, gekend. Ja, dan zie ik een God die ons lief heeft. En weer heel wil maken, weer op wil richten, recht wil doen, wil bevrijden. Ja, dat vind ik ongelooflijk mooi. Jezus maakt in die zin een diep gebed en verlangen in me los. Heer, ik wil zijn zoals u. En het bijzondere is natuurlijk dat we geloven dat hij leeft in mij. Hij heeft ruimte in mijzelf gemaakt en hij heeft gezegd, mijn geest in jou. Dus ik weet dat zijn missie mijn missie is. Zijn hart zit in mijn hart. Alleen het zit vaak wel verborgen nog onder veel van mezelf. Onder dat wat ik zelf belangrijk of niet zonder denk te kunnen of iets dergelijks. Maar elke keer kan ik mezelf weer eiken aan Jezus. Als je toch shalom kent, als je weet wat God heeft te bieden. Ja, dan zoek je toch die plek op waar dat echt nodig is. Dan ga je toch. Anders heb je nauwelijks zicht of heb je geen zicht op de rijkdom van God. Of niet op het gebroken van de wereld. Maar als je wakker leeft en je weet wat er gebroken is. En als je gelovig leeft en je weet wat God te geven heeft. Ja, dan is er niks mooiers om daartussen te mogen staan. Want in feite, dat vind ik de genade van God. Dat hij ons als het ware zegt van, hey, jullie mogen meedoen in mijn tocht van victorie. Van, namelijk dat ik geef, dat ik red, dat ik bevrijd. Dat leg ik in jullie handen. Jullie mogen het zelf doen. Hoe kun je in die zin iemand voorbij lopen in nood? Ja, ergens kan dat niet. Kan het niet meer. Tegelijkertijd ben ik mens. Heb ik mijn eigen gezinnetje? Moet ik grenzen stellen? Is het beperkt? Maar ik geloof ook niet dat God iets van mij vraagt wat ik niet kan geven. Tenzij hij zegt van, doe het maar, want ik heb genoeg. Ik weet ook dat ik begon met het gebed. Heer, wilt u mijn ogen openen voor wat u ziet? Wilt u mijn hart breken voor wat bij u breekt? En ergens was dat best wel een theoretisch gebed. Maar ik was niet tevreden. En ergens, vervolgens begint het dan met van, nou Heer, ja, breng me maar op de plek waar u wil dat ik ben. En laat maar zien wat u ziet. Dus ja, dat vraagt elke keer weer een keus. Er zit zoveel om ons heen en in ons eigen hart wat ons hier bij weg wil houden. Dus daarvoor zijn vrienden die kant op gaan, mannen die verder zijn dan ik of vrouwen die verder zijn dan ik, die zijn voor mij heel belangrijk. Daar kan ik me aan optrekken, daar kan ik naar kijken, daar kan ik mee in gesprek als ik zelf vastloop of het dimt, zeg maar. En sommige heb ik heel bewust gevraagd. Van, wil je bemoeien met mij? Want ik wil hierin groeien. Wil je me wakker houden en me daarin aansporen? Dus dat vind ik het mooie aan ook zo'n beweging als Vierdumskwartier op de Muscatlon. Dat je voelt, je stapt in een beweging waar dat verlangen naar golven van gerechtigheid in zit. Nou, als je met elkaar op een golf stapt, dan ga je bewegen. Kan niet anders. Dus jij blijft nooit stilstaan als je in zo'n golf of een beweging stapt. Dus word deel van een beweging. Die waarvan jij ziet van, hey, die hebben de richting te pakken waar ik eigenlijk naar verlang.
Je hoeft niet van tevoren alles te hebben en alles te overzien, maar je mag gewoon instappen. En dan ga je wel meebewegen. Want je moet een leven leiden waar je God voor nodig hebt. Heel veel mensen leiden een leven waar ze in feite God niet voor nodig hebben. Dus God wil dat we een leven leiden wat dicht genoeg is, wat zo verbonden is met gebrokenheid en met dat wat vastzit, waar we hem voor nodig hebben, wat wij niet meer kunnen fixen. Wij hebben een leven gebouwd waar wij het kunnen fixen. Maar dan weet je dat je niet op je bestemming zit. Je moet in een leven zitten waar jij het niet meer kan fixen, waar jij het niet volbrengen kan, waar je hem bij nodig hebt.